Nou, ze kunnen evalueren wat ze willen daar. KNVB en de boer. En Frank. Maar dat heeft geen enkele zin. Dat kan maar één uitslag zijn. En dat is, we gaan ermee stoppen, Frank. Dat moet de uitslag zijn. En als dat zo is, dan hebben we nog maar één ding aan ons hoofd. En daar loop ik nu de hele tijd mee rond. Ik loop maar te piekeren. Wie moet Frank de Boer opvolgen? Dat is de vraag. Vrienden, we kunnen het lijstje aflopen. Kijk, Cocu, die heeft zich helemaal niet bewezen en is een paar keer ontslagen. Komt niet in aanmerking. Van Bronckhorst heeft zich internationaal ook nog niet bewezen. Totaal niet. Heeft alleen Feyenoord gehad en verder niks. Vind ik persoonlijk nog lang niet geschikt als bondscoach. Nou, dan hebben we Peter Bos, die gaat het zeker niet doen. Nee, want die verdient veel te veel geld daar in Frankrijk. Die denkt, ja, doei. Mijn deurtje voorbij. Dan hebben we Ten Hag. Nou, kansloos. Want die zit natuurlijk te wachten op zijn grote aanbieding uit het buitenland. En die gaat zeker niet het Nederlands elftal doen. Zou wel mijn favoriet zijn, hè, Ten Hag. Dat mag duidelijk zijn. En dan hebben we nog Henk ten Katen. En die ligt dus helemaal fout met de KNVB. Die hebben ooit ruzie gemaakt. Dus die kan je ook schudden. Dat gaat de KNVB niet doen. En als je dat doet en je blijft daar maar over nadenken, dan komt er maar één naam naar boven. Jongens, hoe je het went of keert, Louis van Gaal. Hij moet het doen. En de KNVB, die moet daar dan maar even over zijn eigen schaduw heen stappen en denken, kan ons het schelen, want die Louis, ja, die ken ik van vroeger. Ja, Louis, die woonde bij mij en wij voetbalden op straat. En die Louis was toen al stront eigenwijs. En die is arrogant en die weet het altijd beter. En daar is die KNVB dus bang voor, dat hij die hele KNVB overneemt en alles weer helemaal naar zijn hand wil zetten en weet ik veel. KNVB, doe dat nou. Laat dat nou maar gebeuren. Want dat is het beste voor het Nederlands elftal. Dus KNVB, ga daar naartoe. Ga naar Noordwijk. Ga naar Portugal. En zoek die Louis van Gaal op. Want je zal zien, die Louis die zit thuis en die denkt bij zichzelf, oh, wat zou ik graag met die spelers aan het werk gaan. Ja, natuurlijk. Welke trainer zou dat niet willen? Hé, hey, je krijgt het beste van het beste krijg je. Je krijgt Virgil van Dijk. Je krijgt De Ligt. Je krijgt Frenkie de Jong. Je krijgt Depay, als hij tenminste in vorm is. En die krijg je. Malen, noem het allemaal maar op. Die krijg je allemaal. Daar wil hij wel graag mee werken. Onze Louis. Die denkt, daar kan ik wel wat van bakken. En als je tegen Louis zegt, Louis, jij moet de natie redden. Nou, dat is zijn ego en dat weten we. Dat is, oh, zo groot dat ego is dan zo verschrikkelijk gestreeld dat Louis dan geen nee meer kan zeggen. Dan zegt Louis, oh, maar daar zal ik eens over nadenken en dat zal ik overleggen met Truus. Nee, dat hoeft niet, Louis, want die Truus die denkt ook al bij zichzelf een tijdje van, hé, hey, ga jij eens wat anders doen, want je bemoeit je thuis ook overal mee en ik heb je nou wel gezien, wegwezen, ga aan het werk. Dus die Louis van Gaal, die krijg je echt wel mee. En het is niet elke dag aan het werken bij het Nederlands elftal. Heerlijk baantje, af en toe een wedstrijdje, lekker vrij, af en toe eens een ander wedstrijdje bezoeken, Truus lekker mee, hé. Hey. Zo moet het gaan gebeuren. Want we hebben Louis nodig. Want Louis moet de discipline weer aantrekken. Want die was weer volkomen zoek. We zijn weer in het voor Ronald Koeman tijdperk terechtgekomen. Ja, Koeman had de discipline aangetrokken. En hup, wat zagen we? Het Nederlands elftal ging weer veel beter. Dat gaat Louis als eerste doen. Denk je dat ze dan nog rondlopen met telefoons? Nee, natuurlijk niet. Nee, Louis die trekt dat aan. En Louis kan het ook tactisch heel goed neerzetten. Enige wat Louis niet moet doen, is zich als een schoolmeester gaan opstellen tegenover die spelers. Nee, dat werkt niet meer. Die tijd is geweest. Dus Louis moet ze een beetje af en toe wat vrijheden geven en een beetje laten gaan. Dat moet Louis doen. En als hij dat doet, ja, dan is hij op dit moment de beste man
voor het Nederlands elftal. En daarbij, beste vrienden, daar kan je dan ook al nu al op verheugen. Op al die interviews en al die persconferenties. Nee, Louis, we zien je snel.